Erasmus zou vandaag de dag geen activist zijn. Hij zou niet een van de Seattle people geweest zijn. Hij zou eerder degene zijn geweest die, bij wijze van spreken, in de New York Review of Books een vlammend betoog zou hebben geschreven. Ik heb altijd naar Italië willen gaan om tenminste eenmaal de heilige plaatsen te betreden. Om te profiteren van de bibliotheken. En van de omgang met de geleerden. Naast de buitengewone schoonheid van het land ben ik gecharmeerd van de eenvoud van de mensen. De soberheid, de beschaving, de rechtschapenheid, de menselijkheid. Ik bewonder de genieën en de eruditie die daar in hoge mate te vinden zijn, terwijl er bij ons in het noorden dodelijke haat heerst tegen alle literatuur die maar een beetje verfijnd is. Secondo anno d'università, quando ho studiato storia moderna, perché lui insegnava storia, Erasmo per noi è un tema degli storici. Noi abbiamo letto l'Adagio sulla guerra e la pace. È stato un incontro esistenziale, fatale. È un grande spirito e no, credo sia veramente uno dei più alti spiriti d'Europa. Il dialogo con lui è inesauribile e un punto di riferimento costante, una verifica di sé e del mondo in cui si vive costante, un grande amore. Venetië is om vele redenen beroemd, maar is des te meer befaamd omdat het de drukkerij herbergt van Aldus Manutius. Zodat ieder boek dat vandaar uitgevoerd wordt, alleen al door de goede naam van de plaats van herkomst, meteen beter verkoopbaar is. Mijn werken zullen onsterfelijk worden indien ze gedrukt in zijn letters het licht zien. Vooral in die hele kleine lettertjes. Die mooie. La casa gialla con le imposte verdi è la casa dove abitava Aldo Manutio e dove Erasmo molto probabilmente pranzava. Gli italiani si sentivano gli eredi della grande tradizione classica, quelli che venivano di fuori, da oltre le Alpi, erano barbari, dicevano così. Erasmo parlava un eccellente latino, aveva il più splendido latino della sua età, veramente uno scrittore di un fascino straordinario, ma parlava con questo accento transalpino, no? Batavo. Olandese, insomma, e quindi probabilmente il servitore a cui si annunciò d'Aldo lo fece un po' aspettare, perché insomma non era il grande erudito che veniva da Roma o da Firenze, così, ma era un batavo, insomma, no? Questo Erasmo, Roterodamus, queste parole un po' lontane. Questa sera alle ore 21.
Ik ben de assistent-directeur-generaal voor landbouw van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, de FAO. Ik ben hier gekomen 3, 4 jaar geleden uit Wageningen. Dat was een grote stap in die zin dat ik daarmee echt de wetenschap niet voor wel zei. Ik hou wel een aantal van mijn banden met Wageningen, maar toch uit de actieve wetenschap zelf vertrok. Ik heb dat gedaan omdat ik heel graag weer in de internationale omgeving wilde werken. Hoezeer ik ook mijn studenten en het college geven mis. Het idee dat ik met hier zoveel nationaliteiten over dit soort grenzen, over de schrijdende vragen kan debatteren, dat ik daar een bijdrage aan kan leveren, dat was voor mij toch een reden om hierheen te komen. En ik wist ook dat juist in dit soort sleutelposities er een mogelijkheid is om een aantal dingen te doen. Erasmo viene con l'intenzione di pubblicare con Aldo la sua raccolta di proverbi classici, tratti da autori latini e greci. Una raccolta di proverbi che sono diventati poi il veicolo principale della sua fama umanistica. Che è una specie di miniera di saggezza di vita quotidiana, insomma, che Erasmo estrasse dagli autori dell'antichità con un lavoro di scavo che lui stesso paragona a quello dei minatori che scavano l'oro oppure le gemme nelle miniere. Het zou voor de hand hebben gelegen dat ik na de jeugd die ik heb gehad met de klassieken, na natuurlijk een degelijke gymnasiumopleiding, ook talen zou gaan studeren of kunstgeschiedenis of zoiets dergelijks. Ik heb het eigenlijk nooit overwogen. Ik heb heel sterk gevoeld vanaf mijn 15e, 16e dat ik iets moest doen met mijn leven wat misschien minder gratuit was of minder alleen maar voor mezelf. En ik heb eigenlijk al op mijn 15e of 16e heel bewust gedacht, nou, ik wil naar de tropen. In eerste instantie wilde ik graag tropische geneeskunde studeren. Heb toen zelf op die leeftijd geanalyseerd dat dat niet zo'n goed idee was. Want, zoals je dan simplistisch denkt op die leeftijd, je kunt wel mensen beter maken, maar als ze niet te eten hebben, dan ben je nog net zo ver. Dus mijn keuze voor Wageningen, hoe ongebruikelijk ook in mijn milieu, was voor mij persoonlijk wel een hele logische. Ik heb ook nooit spijt gehad van die keuze en van mijn toewijding, zo je mag zeggen, aan die vraagstukken van ongelijkheid en honger en vrede. Omdat ik ook heel erg sterk het gevoel heb dat als je uit zo'n geprivilegeerd milieu komt, zoals ik, dat je zeker ook daar verplichtingen aan ontleent. Om het scherp te zeggen, je kunt eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog niet zonder meer zeggen van voilà, ik ga gewoon iets doen waar ik zin in heb. Je kunt ook niet zeggen als je in Nederland bent geboren, ach, ik ga gewoon maar doen waar ik zin in heb. Het is een kwestie van toeval dat ik daar ben geboren, niet ergens anders. Maar dat toeval betekent wel dat dat een aantal verplichtingen met zich meebrengt. En die oorspronkelijke, zeg maar, maatschappelijk geëngageerde motivatie van toen ik 15, 16 was, die heb ik eigenlijk altijd gehouden. Hoewel het natuurlijk wel zo is dat je in de loop der jaren steeds bescheiden wordt over je eigen bijdrage. En steeds meer ook ziet dat je een klein radertje bent in een groot geheel. En dat er natuurlijk geen sprake van is dat je heel veel verschil kunt maken. Ja.
ha trovato certamente in Italia quello che appunto cercava, cioè questa grande cultura umanistica, questa grande presenza di manoscritti greci, di codici greci, questo dialogo con uomini di grande sapere, questa specie di accademia aldina che si riuniva qui e raccoglieva i più grandi conoscitori di questa lingua che ci fossero in questo momento in Europa. E c'era fra loro uno scambio cooperativo di informazioni, no? Esisteva proprio una specie di società dotta che viveva dello scambio delle conoscenze, ma anche elaborava scherzi, elaborava un linguaggio diciamo pieno di riferimenti ironici, di cultura o di riferimenti colti al passato. Het grote publiek, ook in Erasmus-tijd, begreep helemaal niets van wetenschap. In die zin is de situatie niet zo heel erg veranderd. Er zijn maar heel weinig mensen vandaag die een overzicht hebben, niet eens van de details, maar van de grote wetenschapsterreinen. Dat is zeker moeilijker geworden, omdat er natuurlijk zoveel meer wetenschap bedreven wordt. Het is zeker ook voor het grote publiek heel moeilijk om de details te volgen. Maar dat is op geen enkele manier een rechtvaardiging voor onverschilligheid. Als je alleen op het standpunt stelt dat je alleen de resultaten gebruikt, dan zet je daarmee de deur open voor heel veel mythisch denken en heel veel pseudowetenschap. Je krijgt dus mensen die ontzettend hoeveelheden vitamine C nemen, want een of ander kruidenvrouwtje zegt dat dat zo belangrijk is. Maar ieder mens is verantwoordelijk voor hoe hij omgaat met zijn omgeving en hoe hij of zij kijkt naar de kennis die tot hem komt. En de onverschilligheid, ook ten aanzien van grote maatschappelijke vraagstukken, de vooroordelen die je toch regelmatig in kranten ziet verschijnen, zijn zorgwekkend. Een samenleving gebaseerd op halve waarheden en vooroordelen kan niet een echt democratische en gezonde samenleving zijn. Tijdens mijn verblijf in Italië heb ik vriendschappen van uitzonderlijke kwaliteit onderhouden met talrijke geleerden. Ook in Bologna, waar ik meer dan een jaar verbleef. Il linguaggio delle forme qui è un linguaggio molto semplice, essenziale. Forse era un posto, o in un posto come questo, forse a Erasmo riusciva più facile pregare o più congeniale pregare che in un ambiente molto riccamente decorato. Erasmo fu un grande critico della Chiesa, un critico molto severo della Chiesa del suo tempo e ne criticò aspetti diversi, questa mondanizzazione della Chiesa come incarnazione di un potere terreno, un principato è diventato, un centro di potere terreno mondano e questo è un aspetto, diciamo così, che si può considerare una degenerazione. Als de pausen, die de plaatsbekleders van Christus zijn, eens probeerden zijn levenswijze te imiteren. Maar geen mens leeft in meer luxe en minder zorgen dan zij. Die vinden dat er al lang genoegdoening aan Christus gegeven wordt,
als ze in een mystiek gewaad haast uit een verkleedkist, met veel ceremonieel, getooid met de titel Uwe Zaligheid, zegenend en vervloekend voor bisschop spelen. Er bestaan geen gevaarlijker vijanden van de kerk dan goddeloze pausen die Christus doodzwijgen en met hun verderfelijke leven vermoorden. Ma vi erano anche altri aspetti, meno dove la degenerazione era meno evidente, aspetti che per i contemporanei erano forme di pietà, cioè per esempio il culto dei santi, i pellegrinaggi, i digiuni, cioè le prescrizioni alimentari molto rigorose. Wat moet ik zeggen van mensen die het waanidee hebben dat wie een houten beeld van Sint Christofor ziet op die dag niet dood zal gaan? Of van hen die vertrouwen op allerlei magische krabbels en prevelementjes en zich van alles en nog wat in het vooruitzicht stellen. Rijkdom, genot, eeuwige gezondheid en tenslotte een plaats aan de zijde van Christus in de hemel. Per questi aspetti il suo discorso fu poi ripreso dai riformatori in maniera proprio molto molto diretta anche, cioè c'è una connessione diretta su questo. Ed è questa la ragione per cui fu condannato con tutta la sua opera negli indici dei libri proibiti cattolici. Fu proprio proibito totalmente, successivamente fu un po' mitigato, ma non molto. Nella prassi rimase un autore proibito e che era pericoloso tenere. Ci sono processi, noi conosciamo processi dell'Inquisizione, dove il processato viene accusato di detenere opere di Erasmo, di non averle distrutte o consegnate agli inquisitori. Questo per il lato della parte critica. D'altra parte Erasmo affermò, e indubbiamente non c'è dubbio sulla sincerità di questa affermazione, di non aversi mai voluto staccare dalla Chiesa. Per Erasmo manteneva una certa libertà. Arbitrio vuol dire, no? La capacità dell'uomo di volere il bene. Per Lutero la volontà umana era serva del male, del peccato. Questa è la maniera in cui gli storici e i documenti ci insegnano che avvenne il conflitto. In realtà io penso, ma non solo io, mi sembra ci sia un consenso su questo, che non si trattava tanto di contenuti, ma di uno stile diverso di vivere la critica della Chiesa. Uno stile, diciamo così, moderato, conciliante, dialogico, progressivo, un andare passo per passo e senza provocare rotture in Erasmo. Uno stile, se vogliamo dire così, violento, uno stile capace anche di rompere veramente un rapporto, no? In Lutero. Lutero non era capace di mediazioni. Ik ben nog Luthers aanklager, nog zijn beschermer, nog zijn rechter. Menselijke gedachten hebben voor Erasmus meer waarde dan goddelijke zaken. Erasmus spreekt over liefdadigheid, niet over geloof. Luther is zeker te ver gegaan, maar hij is niet helemaal zonder reden begonnen met zijn strijd. Er bestaat geen geloofspunt waarmee Erasmus weet het beter niet de spot drijft. Ik vind het heel jammer dat een dergelijk talent dat zich leek te ontwikkelen tot een voortreffelijk instrument ter verkondiging van het evangelie, zo zeer verbitterd is geraakt door de aanvallen van sommigen. Schrijver in bochten, giftige polemist, godslasteraar, begerig en hypocriet mooiprater, middelmatige exegeet, halve kracht. Luther spreekt voortdurend over zijn goddelijke inspiratie, maar wie kan geloven dat de geest van Christus woont in een hart waaruit zoveel arrogantie, gift, roddel en kwade streken vloeien? Erasmus' ideeën zijn kleverig en modderig als huisvuil en afval. Hij is een rotzak en een lafaard. Wij staan tegenover elkaar met getrokken messen. Er is niets dat ik zo verwerp als de twist. Niet alleen vanuit de leer van Christus, maar ook wegens in mij ingeboren stille kracht. Het is voor mij een heel bijzondere ervaring elke dag om door 2000 jaar geschiedenis of meer te lopen.
een gevoel te hebben voor de continuïteit van dingen. Het is niet zo dat als ik langs de portico d'Ottavia loop, dat ik onmiddellijk denk aan wat daar precies gebeurd is of wie Ottavia was. Maar ik zie wel in een flits vaak die geschiedenis voorbij gaan. Ik loop het ketten uit. Ik realiseer me dat uitgeroepen is vlak na, of kort na dat Erasmus in Italië is geweest. Ik realiseer me als ik langs het Forum loop of langs de Domus Aurea, hoe sterk de geschiedenis deze stad heeft bepaald. Hoe sterk ook het Romeinse Rijk invloed heeft gehad op de landen rondom Italië. De grote ontbossing in Zuid-Spanje is het gevolg van de Romeinen geweest. Dat zijn dingen die regelmatig als associaties bij me opkomen als ik hier loop. Quello che la attirò a Roma era proprio Roma, il nome di Roma, la fama di Roma, la sede del pontificato, ma anche la memoria storica del passato romano e della cultura romana. E ne ha parlato sempre con entusiasmo nelle sue lettere, dopo che l'aveva lasciata. Ma Erasmo era un campione delle relazioni pubbliche ed era un grande maestro di linguaggio diplomatico. Quindi scrivendo ai romani, in particolare ai cardinali, eccetera, ha fatto sempre dei grandissimi elogi di Roma. Quindi la Roma che vide Erasmo era più impressionante come memoria del passato classico di oggi. C'erano monumenti dell'antichità classica che furono successivamente abbattuti. Di questo lui parla un pochissimo. Non era questo l'aspetto monumentale che lo colpì, piuttosto direi appunto il tesoro della tradizione che si conservava nella cultura dei dotti, degli umanisti e nelle biblioteche. Erasmus was een christen, had daar ontleend daar een aantal waarden in aan. En had natuurlijk ook een wetenschapsveld wat zich daar direct tot verhield. Je kunt vandaag de dag als bioloog of als ecoloog niet het christendom of enige andere godsdienst met duidelijke ontstaansmythe als eikpunt nemen. In een letterlijke zin, zo werkt dat niet. Ik denk dat voor mijzelf zeker geldt dat een eikpunt is in hoeverre de wetenschap oplossing kan bijdragen aan ongelijkheid, aan bijvoorbeeld vraagstukken van honger en armoede. Maar dat eikpunt zit hem vooral in de keuze van het onderwerp en nooit in de methode op zich. De methode, zeker in de wat exactere en toegepaste exacte wetenschappen, heeft een heel duidelijk en internationaal geaccepteerd systeem van hoe je experimenten opzet, hoe je die toetst. En daar is het geen moreel eikpunt als zodanig. Het zit hem wel in de welke vragen pak je aan, welke laat je liggen. Dat is een heel duidelijk moreel eikpunt. Om maar iets te noemen, ik vind het feit dat we toch te weinig nog doen aan gewassen of aan diersoorten die belangrijk zijn in achtergebleven gebieden. Zorgen in plaats van tarwe bijvoorbeeld. Dat vind ik een moreel vraagstuk. Ik ben er erg van overtuigd, ook door mijn huidige werk, dat het stimuleren van een wetenschappelijke en technische bioloog een van de belangrijke middelen is
om in regio's en landen van conflict iets te doen aan het verzachten van het vijandbeeld. Als je bijvoorbeeld in het Midden-Oosten partijen om de tafel kunt krijgen over het bestrijden van de mediterrane vruchtvlieg, wat echt een heel groot probleem is, wat echt natuurlijk geen grenzen respecteert, dan kun je daarmee een dialoog en een uitwisseling van resultaten bevorderen die heel goed een van de fundamenten kan zijn voor een toekomstige vrede in het gebied. En ik denk dat de wetenschap daarbij een grotere rol zou kunnen spelen dan ze misschien tot nu speelt. En dat is een van de dingen die ik wel zelf graag zou stimuleren. Chi cercò sempre di catturare Erasmo costantemente in diversi sforzi fu la Chiesa Cattolica, in particolare attraverso il tentativo fu molto pronunciato durante il pontificato di Adriano VI. Quello che Adriano voleva in sostanza di Erasmo era che Erasmo scrivesse contro Lutero. Lo si voleva però a Roma, lo si voleva far venire a Roma, perché questo scritto contro Lutero doveva essere controllato. E questo Erasmo non voleva essere. Quindi da un lato c'è la sua aspirazione di diventare, di incarnare una terza posizione, una posizione indipendente rispetto ai due nel conflitto, alle due parti in conflitto, una terza via, e teorizza questa terza via, è il primo teorizzatore della terza via fra due poli, trova delle parole di grande eloquenza per sostenere questa necessità di una terza posizione. Da un lato c'è questo, dall'altro c'è la speranza da questa terza posizione di poter operare per la nel senso di una mediazione, se non proprio di una riconciliazione, ma almeno di una negoziazione e di una mediazione. E dall'altro c'è l'aspirazione profonda a non lasciarsi catturare da nessuno dei due campi, insomma. È una posizione che l'accompagnò fino alla fine della vita. Il problema, ma questo possiamo porcelo solo come problema, nei momenti di conflitto, nei grandi conflitti, è possibile la terza via. Quando i conflitti coinvolgono veramente profondamente, spaccano profondamente una società, secondo io si può chiedersi se sia veramente una proposta realistica quella della terza via, o se i teorici e i rappresentanti della terza via non siano da priori condannati all'isolamento, alla marginalizzazione. Questa è una domanda che voglio fare, non è un'affermazione. Een wetenschapper kan zijn resultaten publiceren en dan zijn handen wassen en zeggen, nou, hier hebben jullie het jongens en doe er maar mee wat je wilt. Ik probeer juist die brug te slaan. En dat vereist een hoge mate van flexibiliteit, van zorgvuldigheid, van nauwkeurig formuleren, van diplomatiek inzicht. Ik vind dat eigenlijk een grote intellectuele uitdaging ook. Die creativiteit opbrengen om dat zo te doen. En als ik aan Erasmus denk, dan denk ik ook dat hij
zelf zo'n heel creatief iemand was. Die juist binnen de grenzen van wat kon, politiek, in een bepaalde constellatie, ook probeerde aan te geven wat eventuele morele of andere vragen waren. Wat me bijzonder aanspreekt in Erasmus' werk is juist die creativiteit. En ik heb zelf wat gevoel, naarmate je situatie beperkt is, tot op zekere hoogte, wordt je creativiteit als het ware nog meer gestimuleerd of nog meer uitgedaagd. Het getuigt van een waarlijk grote geest om bepaalde onrechtvaardigheden maar zo te laten. En geen acht te slaan of te reageren op de beledigingen van bepaalde lieden. Neem de proef maar eens op de som. En ervaar hoeveel meer je bereikt met inschikkelijkheid en het wijselijk spreken met fluwelen tong dan door impulsief en ongecontroleerd gedrag. Geen land heeft voldoende erfelijk materiaal op zijn eigen grondgebied om in zijn behoeftes te voorzien. Dus bij het veredelen van nieuwe gewassen of het zoeken naar nieuwe geneesmiddelen of het creëren van nieuwe dierrassen. Ieder land heeft andere landen nodig. Het is dus bij uitstek een probleem wat over de grenzen heen gaat. Het is een probleem wat heel ingewikkeld is, want er zitten allerlei juridische kwanten aan. Recht op intellectueel eigendom aan de ene kant. Maar er zitten ook allerlei biologische vragen aan. Wat is eigenlijk precies een genetische hulpbron? Is dat een gen? Is dat een eiwitsequentie? En wie heeft daar dan recht op? En wie heeft recht op het oorspronkelijke? Wie heeft recht op de toepassing daarvan? Ja, dat is iets wat absoluut geregeld moet worden. Want als dat niet geregeld wordt, dan is de huidige situatie zo dat steeds meer in de handen van het bedrijfsleven zal komen. En dat is geen garantie dat dit soort materiaal goed kan worden toegepast. Dus bij uitstek dus een kwestie van erfgoed van de mensheid, wat we ook bruikbaar moeten maken voor ontwikkelingslanden, voor arme mensen en voor situaties waar er maar heel weinig andere mogelijkheden zijn. Ik denk dat ik op een positie zit waar ik zulke soort vragen, die ook echt afspraken tussen regeringen vereisen, kan helpen op te lossen. Uiteindelijk zijn het de regeringen die het moeten doen, maar de vraagstelling en het hele begeleiden van het proces is iets waar ik graag aan zou willen bijdragen. Vanmiddag wordt in stemming gebracht het officiële akkoord. En dat is een juridisch bindend akkoord over genetische hulpbronnen. Het is de uitkomst van meer dan 7 jaar onderhandelen. Het is een hele spannende discussie vanmiddag. Ik verwacht dat het wel een belangrijke stap zal zijn voor de toekomst en met name ook voor voedselveiligheid. Number of votes against the system indicates 0. Abstentions 2. And the number of votes for 116. Thank you. L'idea di un essere umano, uomo, che è per sua natura tendente al bene, che è capace di dominare gli istinti, che è naturalmente portato verso la virtù. Virtù vuol dire anche solidarietà verso gli altri, non solo in senso negativo, non abbandonarsi a vizi o controllare gli istinti più bassi, ma anche essere uomo, ogni uomo è per l'altro uomo un dio, cioè
una creatura benefica, no? Questa fede Erasmo l'ebbe sempre e c'è questa fiducia che a noi forse oggi sembra, dopo le esperienze che abbiamo fatto, un po' ingenua, ma c'è questa profonda fiducia che questa scintilla, attraverso l'educazione, può essere coltivata, rafforzata e può produrre degli uomini, delle creature umane capaci di gestire la propria vita e la società, la vita sociale in maniera veramente costruttiva, no? Questo c'è questa profonda connessione fra il concetto di humanitas, che ci riporta al concetto di uomo, la natura umana, e il concetto di erudizio, educazione, cultura, ma proprio l'importanza fondamentale dell'educazione. Klinkt heel agressief, ik werk voor niemand, ik ga voor niemand uit de weg. Ik denk dat een deel van mijn werk juist is het zoeken naar compromissen en het vinden van een manier van werken. Maar wat me ervan aanspreekt is, ik interpreteer het als een roep om objectiviteit. Ik laat mijn oor niet hangen naar de ene kant, nog naar de andere kant. Ik hou een hele zuivere koers op die dingen waar het om gaat, die waarden die voor mij belangrijk zijn. En ik zal niet omwille van het politieke spel water bij de wijn doen. In die zin interpreteer ik het. Dat wil niet zeggen dat in de dagelijkse praktijk je natuurlijk heel vaak diplomatieke formuleringen moet zoeken. Maar het idee dat je een soort de grote lijn in het oog houdt en dat je daar niet van afwerkt. Je zou zeggen, ik werk voor niemand, maar misschien ik werk ook voor niets in zekere zin. Want het zijn natuurlijk vaak ook ideeën waarvoor je werkt en niet personen. En om het concreet te maken, de grote mode is nu mondialisering of globalisering en iedereen roept dat het zo goed is. Ik denk dat het heel belangrijk is om een soort basisidee, wat ik al heel lang heb, dat het natuurlijk toch gaat om gerechtigheid, om gelijke kansen. Dat globalisering daar niet per se een garantie voor biedt, dat je dat dus dan vasthoudt, ook al in een hele sfeer van euforie, van het werkt allemaal zo goed. Erasmo dichiarò di aver almeno concepito, se non scritto, una prima versione dell'Elogio della Follia durante il suo viaggio di ritorno da Roma in Inghilterra. E l'opera è permeata di ricordi del soggiorno italiano, in particolare delle impressioni romane.